ben onderweg naar Ede, een piepklein dorpje vlakbij de Belgische grens in het rustige Zeeuws-Vlaanderen. En wat kan daar nou aan de hand zijn, hoor ik u thuis denken. Nou, heel wat. Want Ede is al jarenlang het strijdtoneel van een hele heftige vete tussen Johan en zijn buurman. En dat gaat er bij tijd en wijle niet zachtzinnig aan toe. De buurman heeft letterlijk gezegd dat hij mij dood wou hebben. Dat hij liever had dat ik dood word. De buurman Walter, die een bloeiend boerenbedrijf runt, kan na al die jaren Johans bloed ook wel drinken. Want wat Walter ook doet, de buurman zit hem altijd dwars. De buurman heeft mij een keiharde slag in mijn nek gegeven. Zoiets is toch niet normaal? Dat doe je toch niet? Inmiddels is er zoveel gebeurd tussen beide mannen, het is eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. Maar in een notendop draait het om een sloot die beide erven van elkaar scheidt. En over scheid gesproken trouwens, er is ook nog een boel gedoe over koeien. Kortom, hoogste tijd dat meester Visser naar Zeeland komt om deze beerput eens even flink open te trekken. Onze boerderij bestaat dit jaar 95 jaar. Dus dat is iets van opa, mijn vader. Ik was de derde generatie. Mijn zoon is de vierde generatie. En we zijn trots op ons bedrijf. Kom maar. We zitten hier voor een gevalletje dat er speelt van de jaren 63. Maar de buurman heeft wat grond wat dichter komen kopen. En nu begint het weer opnieuw. Het is eigenlijk door een sloot dat er tussen ligt. Dus hij ploegt die sloot, is al half dicht geploegd. En het water kan niet meer weg. Kijk, dat was hier vroeger het einde van ons, van onze eigendom eigenlijk. En hier aan dat slootje, dat was van buurman Vermeer. En Varie, Johan Varie, die gebruikte hij dat om zijn paarden in te weiden. Dus op een zeker moment zegt buurman Vermeer, we willen het verkopen. Dus dan hebben we, zodoende hebben we dat gekocht. En ja, dat is Varie, ja, ja. Dat is Varie kwaad gewoon, heel kwaad, omdat hij er zijn paarden af moest. En ja, daar zat hij nog dichter bij onderdonken. Kijk, dat is nu de sloot. Dat is eigenlijk nog de diepste plaats waarom je staat. Maar verder achterin is het nog veel ondieper. En dat is gewoon van vette dicht met die trekkerterrein. Hij rijdt dan gewoon dicht. Het is gewoon een grondjespikker. Ik denk dat hij zegt, we gaan daar een grote sloot laten. Als het later verkocht wordt, onderdonk had misschien niet zo makkelijk kunnen komen. Want anders zou nog zijn boertje komen. Ja, wat er koop komt, koop met zijn spel om. Ja, want de dag wordt het verkocht. Hij wil de grond toe aan de huizenwijding. Dat komt al naar hem. Hey, en nu zit hij wel te wachten op dat, maar daar moet hij niet op wachten. Dat is van mij en daar komt hij niet aan. Dan? Zeeuws-Vlaanderen. Het is even een stukje rijden, maar dan heb je ook wat. Ik vind het een mooie dag om mezelf eens onder te dompelen in het echte boerenleven. Even oriënteren. Dit hier is het huis van Johan. En dan zes weilanden verderop, daar woont Walter. Maar u weet het, hè? Hoe meer ruimte, hoe meer... Ruzie. Ze zeggen wel eens, de hond lijkt op zijn baas. Maar als die ook zo verkeerd gaat, is even kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Johan. Ja. Ha, daar heb ik de goeie. Ja, de goeie. Victor. Victor. Ik kom kletsen over de ellende met de buurman. Ja, dat is en dan mooi. Kom ik hier aanrijden en denk ik, zo'n mooie omgeving, zoveel ruimte. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, en toch gebeurt het. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Laten we gelijk de koe bij de horens vatten. Dat is hier de sloot. Dit is de sloot? Dat is de sloot. De sloot waar het over gaat. Ik had er persoonlijk iets meer van verwacht. Ja, maar die is wel al verondiept en vernauwd. En hoe komt het dat die zo nauw geworden is? Omdat hij de grond tegen de draad geploegd hebt. Dat doet de buurman? Dat doet de buurman. Want hij rijdt met zijn trekker tegen de paal, met zijn wiel. En dan heeft hij die kant naar hier geploegd. Ja. Die grond. Hij ploegt hier zijn land. De ja, buurman. De ene jaar naar de andere kant en het ene jaar naar deze kant. En jij zegt, hij ploegt steeds meer land... Bij?
bij. Dus hij maakt eigenlijk zijn eigen land steeds groter. Nee. En hij maakt de sloot steeds nauwer. Met als gevolg? Natte voeten, dat het water niet meer bij kan en dan de buren onder water komt te zitten. Ja, en jullie? En hier komt het in de wei te staan en dat is de bedoeling niet. Waarom doet de buurman dat? Het is een grondjespik. Ik wou zeggen, volgens mij overal waar ik kan kijken nu... Is hier van hem. Hij denkt dat hij God almachtig is. Dus hij neemt, hij sproeit, hij ploegt, hij doet gewoon wat hij zin in heeft. En als hij dat zegt, dan is dat niet, maar ik doe wat ik wil. Oké, tot zover de sloot. Speelt er nog meer? Ik ben er nou toch. In een eentje verder staat de schuur. Er zit in de winter een 300 koeien in. Zo. Maar als de schuur wordt gemest en de deuren staan meestal open, maar het gemest wordt, ja, dan hebben we last van de stank. Ja, nu wou ik eigenlijk de was ophangen, maar... Dat lukt niet altijd, aangezien de buurman gemest geeft en allemaal die geur. En dat is niet aangenaam om zo je was te moeten buiten hangen. Omdat die stang die is zo akelig en dat kruipt dan in je was. Als je dat staat af te drogen of je hebt gedoucht en je pakt dan die handdoek, dan ruik je het nog een keer. Nou denk ik wel. Waarom ga je dan op het boerenland wonen? Ja, maar waarom komt dat bedrijf hier? Omdat het misschien agrarisch gebied is. Ja, agrarisch gebied. Dat is een bedrijf. Als er hier een bedrijf zit voor 100 koeien, dan wordt er niet over geklaagd. Jij maar vindt het te groot? Maar je gaat naar 500. Oké. Hij gaat uitbreiden. Nou, we gaan een kopje koffie drinken. Als God in Zeeland, zeggen we dan. In Zeeland. Als je geen ruzie met de buurman hebt. Die laat je afzonderlijk. Oké, ja, lukt dat een beetje? Want hoe lang wonen jullie hier nu? Oh, we zijn hier geboren. Oké, dit is jouw ouderlijk huis? Dat is mijn ouderlijk huis. En toen ik net even binnen was, liep ik al langs een fotootje. Waarschijnlijk jouw moeder, want die leek heel erg op jou. Ja. Ja. En die woont hier niet meer? Die is overleden. Oké. Dus ook wel heel verdrietige dingen meegemaakt hier. Ja. Ik ken dat wil ik ook niet waar. En daar word je wel nog wel een keer mee geconfronteerd van de ander. Heb je het gevoel dat hij jou probeert weg te jagen? Oh ja, hij heeft wel al een keer gezegd, het komt allemaal naar mij. Dat zegt je op meer plaatsen, maar daar moet hij niet op rekenen. Ik ga niet toch niet weg. Zoals ze dan zeggen, heel oneerbiedig, je gaat hier pas weg tussen zes planken. Tussen zes planken. En wat is het voor man? Als je kan een kloot afdragen, dan is het niet vergeten. Ik spreek zelf geen Zeeuws, maar dit heb ik begrepen. Als hij een bal kan afdraaien, ja, dan doet hij het. Ja, dan doet hij het. Dat is een pittige beschuldiging. Ja, maar dat mag gezegd worden. In 1998, dan was er een sloot gedolven. En van het waterschap was alles perfect uitgezet. En een week na de rand, dan kwam ik daar en dat was de paal verzet. Dat was een meter verzet. En de zaterdag had ik gezegd tegen mijn zoon, ik ga die paal terugzetten, want dat kan niet blijven duren. Toen zijn Walter en zijn vader afgekomen. Dan heb ik om één keer een klap in mijn rug gehad. En dan ben ik aan mijn bodywarmer vastgepakt. Toen ben ik in de sloot terechtgekomen. En dan zaten ze met twee op mijn neus te bonken. En al het bloed kwam al in mijn mond. Dus ik kon er geen haast meer naar. Gelukkig aan mijn zoon teruggekomen is, want anders had ik hier niet meer gezien. Maar dit vind ik heftig, Johan. Ja, maar wat ik nou hoor. Dat is toch niet normaal? Dat ja, maar het is niet of doen normaal. Ze dat hier zo op het boerenland? Well, van hem kan je van alles gaan verwachten. En toen? Hoe is het vanaf dat moment verder gegaan? Well, dan had hij drie keer een poging gedaan voor mij al ver te rijden met een trekker. En toen in 2014, dan is het wel gelukt. Maar dan ging ik met mijn partner daar, naar de wei. Ja. En hij stond met hun erop te wachten. Kom maar. Ja. Dus tegen dat ik daar langs kwam, dan kruipt hij in zijn trekker. En als ik daar langskom, nog een meter of 10, draait hij zo de weg over. En dan is hij al een keer met volle hang is hij teruggekomen. Dan is hij eerst met het spatbord tegen dat paard gereden. Dat paard sprong vooruit, dus ik viel al ver. Dus de fiets viel al zo plat, dus ik zat er met mijn been onder. Hij heeft je dus ingehaald? Ja. En hij is keihard achteruit gereden. Keihard achteruit. En heeft het paard en jou geraakt. Ja. Maar daar is gewoon toch een poging tot doodslag. Ja. Dat zei de politie ook. Want de politie heeft mij met zijn biet CIN2 opgebeld. En toen? En daarna zijn mij naar het ziekenhuis gevoerd. Ben je bang voor hem? Nee. Maar ik waar. En waar ben je bang voor? Dat het echt misgaat.
En dat het dan niet zo goed afloopt als juist het tot nu het geval is geweest. Ja. Meester Visser komt vandaag deze kant op. Die zit op dit moment in de auto. Ja. Wat is jullie eis voor meester Visser? Nou, onze eis is eigenlijk dus dat hij de sloot niet meer verder dicht ploegt. Dat hij in het weekend deze stal niet meer uitmest voor de stankanje. Geen last meer van stank. En, last but not least, lijkt mij wel verstandig, rust aan de kop. Ja, rust aan de kop. Het is mij duidelijk. Tot zometeen. En de ganzen zijn het ermee eens. Ja, dus tot zo. Doei. Doei. Dat is het dan. Het boerenbedrijf van boer Onderdonk, oftewel Walter, zou een lastige man zijn dus. Die nogal last heeft van expansiedrift, dus van meer, meer, meer. En hij zou beschikken over een flinke rechtse hoek. Nou goed, met gevaarvrij leven gaan we op zoek naar boer Walter. Hoi. Hallo. Kijk, hier wordt hard gewerkt. Victor. Hallo, John Onderdonk. John Onderdonk. Onderdonk. Kijk, zoon van Walter Onderdonk. Meneer Onderdonk. Goedemiddag. Groot grondbezitter van Ede. Nee. Er wordt hier hard gewerkt, zie ik. Ja, dat is die vierwerkdingen. En wat staan jullie hier te doen? Dat was de oude schuur. Dat is niet meer van deze tijd. En hier komt een nieuwe schuur. Oh, we moeten groeien. Stilstand is achteruitgang. Juist. Maar het is een mooi leven volgens mij. Ondanks alle regels die er zijn, maar het is een mooi beroep. Luister, de regels van de staat, dat is niks. Dat valt mee. Dat valt best mee. Maar de regels van de burgers, dat is veel anders. Ja, van de buren bedoel je? Buur. Buurman Johan. Juist. En die weet altijd wat. Die weet altijd wat. Wat heeft hij gedaan dan? Dan heeft hij bezwaar ingediend. Oké, die heeft bezwaar ingediend tegen de nieuwe schuur. Tegen de nieuwe schuur. Waarom doet hij dat? Jaloersheid en jaloer. Voor ons te kloot. Voor ons gewoon te kloot. Voor ons te pas. Dit zijn toch valse streken? Wat? Ik bedoel, en van hem hoor ik dezelfde valse streken over jullie. Dat jij hem dan hebt opgewacht met de trekker. En dat er een paard is aangereden. Nee, ik heb geen paard nog. Je weet wel ook over welk moment ik het heb. Ik weet heel goed welk moment dat is. Wat is er dan gebeurd in jouw ogen? Ik kreeg ongeveer hier. De aardappels die stonden zo lang. Dus daar zie je gewoon niks. En dan hier is een harde knal. Dus ik ga gewoon kijken. Ik ga naar verder en kijk als een beetje in dat loof. Ik zie er allemaal een scharven liggen, van die grote glasharven. Dus een bepaald iemand heeft er dat ingeleid. Ik weet niet wie, maar ik heb wel vermoedens. Dus ik heb een emmertje bij mij en een schop. Ik doe dat in mijn voorlaaier en ik draai me om. Ik zie Farida komen op een afstand van 30, 35 meter met zijn paard. Aan een touwtje zie ik hem zo om. En ineens spuugt hij in mijn gezicht. Nee. Hij spuugt in mijn gezicht. Ik zeg tegen Farida, waarom moet je nu aan mijn gezicht spugen? Geen commentaar. En dat mijn reiterend gezicht reed hij verder. Dus ik kreeg achteruit. Ik wil hem voorzien. En zei Farida, waarom spuug je aan mijn gezicht? Wat is de reden daarvan? Ik was iets te vroeg afgesneden en Farida was iets een beetje snelheid gemaakt. En zodoende reed ik met mijn trekker op de achterkant van zijn fiets. En zijn fiets, het achterwiel was paraplu. Ik hoor het al. Je hebt een heleboel te vertellen. Goh, heel veel. Zullen we eerst eens eventjes naar de koeien gaan? Want je weet dat daar ook een boel over te doen is. Zo. Ik ben benieuwd even naar de dames. Kijk, daar staan ze. Van jong tot oud, volgens mij. Ja. Wat betekenen die beesten voor jou? Nou, alles, dat is ons levenswerk. Want je weet dat de buren een groot probleem hebben met jullie levenswerk. Ja, schijnbaar wel. Schijnbaar wel. Want de buurman zegt namelijk dat jullie altijd mesten op zaterdag. Dat is ook al onzin. In het weekend, als zij lekker vrij zijn, de was hebben buiten hangen, op het terras zitten. Dat gaat gebeuren dan met weekend mesten. Dat kan. Ik zou het niet mogen je daar niet bij. Maar stinkt dat dan? Ja, dat denk je, mama. Jullie vinden waarschijnlijk niks meer stinken. Dat jij naar het wc gaat, riekt het dan lekker. Nee. Ja, nou maar. Roosjes trouwens. En hoe lang duurt dat? Ja, niet zo lang. Dat is precies hetzelfde. Moeten we het over mij? We hebben het over de tafel. Dat is precies hetzelfde. Dat je dat doet, maar het akkoord, dat gaat ietsje anders rieken. Hoe lang duurt dat? Kwartiertje. Voor mij blijft geen 3 weken liggen. Dat is mijn straf, van onze wasdraad hangt die net naast. Ja. En mijn kleren rieken dan niet op, mest. Nee. Ja. En dan ben ik al een keer of 4 controle had van de gemeente. Dus dan komen ze in de schuren. Ik zei tegen de jongens, waarom doe je nu eigenlijk controle? Waarom kom je nu controleren? Doe je dat bij iedere boer? Die zeggen, jullie worden eruit gepakt omdat er een melding is. Omdat er het stinkt, geluidsoverlast, vliegenoverlast en last van ongedierte. Ik zei, van waar komt die klacht? Die zegt, ik mag je genoom noemen. Dat zegt hij. Ik wist genoeg. Ondertussen hebben we al een heleboel toestanden gehad.
En heb ik ook begrepen dat er twee koeien gesneuveld zijn. Ja. Het is namelijk zomaar een Hunterkunstmest aan het groeien. Ja. En ik stond met mijn trekkertje op de dam voor Van Rieseland. Dus ik pakte hou even de fiets en ik rijd gaan kijken. En ik, de vraag was, was daar hier te doen? Want jij zag de buurman in de verte en die stond met zijn trakker in de herfst. Maar daar had hij niet in te komen, jij. Ik zet op mijn trekkertje, dat kleine trekkertje, zo'n beetje gedrooid. En Van Rie komt eraan gefietst. Van Rie passeert, die zet de fiets aan de kant. En die passeert mij op mijn trekkertje en die heeft me een klap aan mijn nek. Zonder iets over zonder iets nek, te zagen, met zijn blote hand. Ja, met zijn blote, ja, met zijn blote vuist. En ik zat in die container, ik zag het gebeuren. Nee. Ik zei, godverdomme, ik zei, wat doen? Ja. Hij zei, je mag niet op mijn land staan. Ja. Walter stond voor mij, die had een grote kop haar. En dan heb ik naar zijn hoofd gesprongen. En dan heb ik hem een ruk gegeven dat je op zijn knieën zat. En dan ben ik achteruit 60 meter ver gegaan. Aan zijn haar. Aan zijn haar. En zo hard dat die zoon in mijn zij schopte. En ik heb aan zijn haar getrokken en gedraaid. Het ging hard, hoor. Zeker dan niet weg. Ik weet niet waar ik hoor. Dus Van Rie is weggelopen. En je zei, binnenkort krijg ik jullie wel. Ja. Dat zijn de woorden dat je ja. En vlak daarna... 14 dagen nadien. Twee koeien dood. Dus je denkt dus echt dat de buurman toen jullie koeien vergiftigde? Ja. En jij zelf eens. Maar je zei, binnenkort krijg ik jullie wel. Dus 14 dagen nadien had hij ons. Ja. Nou goed. Laten we even naar de sloot. Volgens de buurman vernauw jij de sloot. Dat is onzin. Onzin. En daardoor heeft hij last van natte voeten, zegt hij. Ja, maar ja. Wij aan Oren zeggen dat hier, tanden van de sloot, hier moet er een drainagebuis naar de weg lopen. Maar werkt hij ook? Vroeger nog bogen ze wel. Vroeger wel. Ja. Maar nu? Nu heb ik ook al een keer horen zeggen dat hij de tanden van de buis dat hij er wel heeft ingestoken. Zodat een stad water hier niet weg kan. Wat zou hij erin hebben gestopt? Vodden. Vodden? Vodden. Om hem te verstoppen, expres? Ja. Maar waarom zou hij dat doen? Dat is mij altijd de vraag. Hij kloot ons. Dat is een fulltime hobby. Ja? Hoe kan met de buurman kloot? Die doet niet anders. Dat is geen leuke buurman. Nee, varen van. Dat is een rot buurman. De buren hebben als eis dat er een einde komt aan de geluids- en stankoverlast van de koeien. En dat er een goede sloot komt. Ja. Hebben jullie een tegeneis? Ah ja, dan we gewoon onze stal mogen verder zetten. Dat hij alles intrekt. Ja. En dat er rust komt. Ja, dat er rust komt. Ja. Toch? Ja. Ik kom jullie zo meteen weer halen als de meester onderweg is. Ik heb wel zin in een kopje koffie eigenlijk. Oh ja. Waar mag ik? Een pintje drinken. Oh, biertje, nog beter. Het is een hele moeilijke zaak vandaag. Mede omdat we te maken hebben met twee mannen die na al die jaren van ruzie inmiddels gewoon een bloedhekel aan elkaar gekregen hebben. Daar kunnen we gewoon heel eerlijk over zijn. De laatste keren dat ze elkaar zagen, gingen ze vechtend door het weiland en werd er vooral gesproken met de vuisten. Ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat. Ik hou een beetje mijn hart vast. Maar goed, hoe dan ook, meester Visser is onderweg, heeft een deskundige meegenomen. Een man die alles weet van het boerenland. Ik heb met beide partijen afgesproken, hier recht voor het erf van Walter. Kijk, Sabrina en Johan staan klaar. De buren komen eraan. Hallo. Goed, daar staan we dan. Op neutraal terrein, toch? Dat klopt. Ja. Johan, jij staat nu strak de andere kant op te kijken. Oh, we hebben hem niet zien in zijn gezicht. Ik wou net vragen, geven we elkaar nog een hand? Ja. Wil je hand geven? Nee, ik geef geen hand. Maar kijk naar de andere kant. Ja. Hoe moet je dan met die man kunnen communiceren? Heb jij hem ooit in zijn gezicht gespuugd? Ja. Nooit van zijn leven. Ik dacht door de eer te oplagen op God, op alles, 100%. Ja. Had hij me gezegd. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Ja, ik ook. Waarom rij je hard achteruit en rij je mijn vader omver? Waarom? Ja, maar hij zegt gespuugd. Het was acht snot. Walter, ik vind dat het lafste wat ik kon doen. Dat doe je niet. Daarachter de nozen weer. Ik wil nog even naar een paar andere aanvaringen toe. Er zijn namelijk twee koeien vergiftigd. Ah, waar? Daar gaan we het over in. Er zijn twee koeien vergiftigd. Heb jij die koeien vergiftigd? Nee. Nooit maar we gaan toe veranderen van hen. In juli 2005, daar staat hij in mijn vruchten. Dan heb ik gevraagd wat je daar stond te gevraagd? Doen. Aan hem, hij zat in de trekker, hij moest weg. Daar ben jij van de trekker afgekomen en dan heb ik gedacht, oh, ik moet hier geworden zijn, maar het ligt in 98. Hij mij ook te weg, wat leven gebracht. En toen nu dacht je, ik pak je. Ik pak je, dan heb je bij je kopaar gepakt, dan heb je 60 meter dirtland getrokken. 60 meter? Ja, 60 meter dirtland getrokken. En hij heeft me zei geschopt. Ik kwam er niet bij.
Maar godverdamme toch. Nee. Ik ben een Rus. Hij heeft mij al zo'n neus vandaag gekocht, jongens. Salut. Blijf erbij. Blijf erbij. Jongen. Zul je? Ik zeg net dat je die trekken hebt. Waarom ga je dan naar Mieke Bellag me gaan vertellen? Ik heb vanmiddag een klop gehad en kastarkens gezien. Als je een zul is, ja, dan kan je... Ik word er kotsbeu. Dat is over. Nee, dat hier wacht je weg. Ah, waar? Daarmee wil ik zeggen, daar was ik het niet bij. Meester Visser. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent heel hard nodig. Is dat zo? Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Ja. Dit zijn Johan en Sabrina. Familie van Rie. John. Familie Onderdonk. Ja. Goedemiddag. Onderdonk. Ja. Nou, nee. En de familie hier heeft heel veel last van de sloot. En van de koeien. En de onderlinge relatie is de laatste jaren, nou ja, totaal. Dat had ik al begrepen. Heeft u mij nog nodig? Graag, blijf een beetje in de buurt. Ik blijf in de buurt. Dus we moeten wel allemaal werf op. Ja. Dit is de bestaande veestal. En waar moet de nieuwe stal komen? Daar. Maar het beroep loopt nog. Ja, maar ik ben overal geweest bij het ding aan mogen beginnen. We mogen bouwen. Op eigen risico. De gemeente zegt dat hij op eigen risico aan het bouwen is. En ja, als de gemeente dat zegt, als het niet goedgekeurd wordt, moet hij het afbreken. Hier zitten de stieren, ja. Vindt u het stinken? Stinkt het, meneer Visser? Ja, ik geloof het nu niet. Je hebt dan gemest en je hebt overal, ik weet niet hoeveel grond ingevoerd. Ja. En vorige week geweldig veel werk gedaan in die stal. Dat alles proper lag. Ja, zo kan ik mijn stal ook in orde brengen. Dat is door de vloer. Dat is de vloer. Zo droog of wat? Dat is de vloer. Moest dat nu nat zijn? Dus dat toch te zop? Daar is het een beetje nat. Ah, ja, maar dat zakt in de grond. Maar dat is droog. Dat zag er fit en netjes uit. Vroeger, anders is dat zo niet. Wij pesten niet door middel van mest. Dat is nog nooit in ons opgekomen. Eerst wat ik ervan hoor, dat ik van, jong, hoe kan je zo denken? Maar hij denkt dus wel zo over de mens, hè? Je denkt zo over de mens. En dan, ja, dan hebben we, even kijken, de sloot. Waar begint de sloot en waar eindigt? Ja. Gaat daar begint van hun. Want ik heb op een tekening gezien een rechte sloot met een knik erin. Ja, hun te tuin. Nou, laten we daar eens dan even gaan kijken, want ik snap er niks van. Ja. Dat is de herenkleedkamer. Dat is duidelijk. Maar het is ook wel echt een man-tot-man gevecht vandaag. Ik zie hier deze sloot lopen, die maakt hier een bocht. Ja. Is dat niet goed dan? Wanneer? Want het water gaat niet meer weg. En wat wilt u dan? En wat ik wil, van die kadeste paal, rechte naar hunder. Waar het gewas ophoudt? Ja. 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 Victor? Die is er niet. Greta, als jij even opneemt. Victor? Victor, waar ben je? Meester Visser? Ja. Zat eigenlijk even in een goed gesprek met de dames. Oh, maar ik heb je hier nodig eigenlijk. Heb jij iets bij je van een lint of zo? Ja, zeker. Want de heren wijzen mij wat aan. En dat moeten we een beetje inzichtelijk maken. Kom ik met het lint? Ja. To the rescue. Van Riewil om schuin trekken. Ja. Jij hebt recht, hè? Zo, wij ook. Ik ook. U ook? Ja, hoor. Maar dat zou betekenen dat u het over één punt eens bent. Jo. Ja. Wij wonen een rechte sloot. Oh. En onze buurman wilde ook een rechte sloot, dus... Probleem is opgelost. Geen probleem. Geen probleem. Andere sloot op zijn land dichtmaken. Ja. Ja, die sloot willen dichtmaken. En die sloot... We waren het over één ding eens. Waarover? Nou, dat er hier dus een sloot gaat komen. Schuin. En daarvoor hebben we jou even nodig. Ja, een nieuwe sloot. Ja. Daar kom ik net vandaan. Ja. Nou, maar als we nu hier beginnen en je loopt naar de kadasterpaaltje. Ja, geel eind genoeg. En volgende keer laarzen meenemen, hè? Heb ik heus wel. Meester Visser met zijn pak en zijn hoedje op. Keurig in het pak. Tut. Oh, Victor, wil jij misschien even naar de andere kant van het eiland toe? Als je van dat kadasterpaaltje naar dat kadasterpaaltje gaat... Ja, de grond die aan de verkeerde kant ligt, die gaat naar de buren. Ja, en dan wordt de grens opgeschoven naar gelang. Meneer Vary moet geen grond naar van ons. En wij moeten geen grond naar van meneer Vary. Waar is dan toch? Hier, kadaster. Ja, kad. Midden in een sloot.
Die paal laat je gewoon staan standaard. En met die paal kan je schuiven. Om meter om meter. Meter. Oh, nou goed dat ik het nog even vraag. Valt het u ook thuis op dat ik altijd de rotklusjes krijg? Even kijken hoe ver Victor is. Victor, dat is een heel mooi plaatje hoor dit. Als een jonge god kom je door het struikgewas. Als ik niet beter wist. Nou doet zich een klein probleem voor. En dat is? Maar dat ga ik alleen zeggen als je belooft dat je niet boos wordt. We dachten dat eigenlijk van die kadasterpaal het naar die kadasterpaal ging. Maar nu hoor ik van beide heren dat kadasterpaaltje ja eigenlijk meer niet helemaal precies. Dus ik ben klaar? Nee, het moet weer opgeruimd worden. Dus, nee. We hebben alles besproken vanaf de stal, de stank en de sloot, het rechthek van die sloot. En dan stel ik voor dat we naar de hoorzitting gaan en dan gaan we over de zaak praten. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.